Ik heb afgesproken met Kim en dat is de vriendin van Robin Haasen. Want ik ben heel erg benieuwd hoe zij zo'n wedstrijd beleeft. Ik zie al dat ze een goed plekje heeft uitgekozen, namelijk vlak achter Fognini. Ben jij dan gespannen eigenlijk voor zo'n wedstrijd? Die spanning komt nog wel. Eenmaal als die wedstrijd gaat beginnen, dan komt die. Maar nu is het oké. Ik ben zo benieuwd, want Robin dubbelde natuurlijk met deze meneer hier achter mij, Fabio Fognini. Ja. Chill jij dan ook met Fabio Fognini? Zeker. Ik zeg hem ook wel gewoon gedag. Maar natuurlijk, ik maak ook wel een praatje met hem of zo. Ja. Het is gewoon een hele leuke gast ook. Kijkt hij altijd eventjes naar jou als je in zo'n box zit? Heb je al even oogcontact? Ja, volgens mij gaat hij dan wel even zoeken waar wij zitten. Is dit nu ook voor jou zo'n moment dat je echt nagelbijtend hier zit? Of kun je wel een beetje rustig kijken? Ik kan op zich wel rustig kijken. Maar als de wedstrijd eenmaal gaat beginnen en er zitten wat spannende punten bij, dan kan ik het wel. Of krijg ik het soms wel, krijg ik wat spannend. Lekkere start. Zeker. Hij begon lekker. Hij zit op zich volgens mij wel goed in. Ik word helemaal fanatiek dan. Dan krijg ik wel schreeuwen gelijk al. Ja, ik moet dan. Mijn stem wordt dan wel steeds luider. Ja. Dus mooi om te merken. Ik denk dat voor mensen die geen idee hebben. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen wel zoiets hebben van. Kun jij dit wel aan? Wil je dit wel? Wil je wel in zo'n box zitten? Zeker. Ik vind tennis sowieso een mooie sport om te zien. Dus ik kan het wel aan. Alleen bij spannende momenten moet ik me soms wel wat inhouden. Dan word ik wel wat rustiger. Dat zie je wel aan mij, denk ik. Wauw. Hey, wauw. Eerste set binnen. Ja. Wat spannend. Heel fijn. Ik voelde jou trillen als een blaadje. Echt vreselijk. Ik ook. Maar ik ben heel blij. Ja. Ja, dat snap ik. Nou, weet je. Ik gun het hem zo. Dus. Ik ook. Ik ga jullie niet te lang hier vervelen met mijn aanwezigheid. Ik laat je lekker met rust. Dus beleef hem verder op jouw manier. En op naar die volgende set. En dan wint je misschien wel gewoon. Dankjewel dat ik even mocht meekijken. Ja. Oké. Okay.